Zaterdag 14 september was er weer een feestelijk evenement in de gemeente Altena. We zijn in Sleewijk, in het centrale park gelegen in het midden van het dorp. En we zijn bij de 10e verjaardag van Stichting Fun for All op het festival Fun for All. Naast de diverse optredens waren er ook veel activiteiten voor de kinderen. Een DJ-workshop, een lekkere hoge klimwand om aan te klauteren. En voor artiesten in spe was er de circusschool, waar je allerlei moeilijke circuskunsten kon uitproberen. Het 10e jaar vieren we. De eerste 5 jaar met de gemeente, daarna hebben we een eigen stichting opgericht. Waar we met 4 man nu in zitten en 35 vrijwilligers, waar we elk jaar, zoals je kan zien, het schitterende Fun for All Festival doen. Er was een gevarieerd aanbod van foodtrucks op het terrein aanwezig, met gezellige zitjes waar men op het gemak kon genieten van al het lekkers. Het is een beetje Habi Babi karakter, de bands worden niet betaald, er wordt geen intrek geheffen. Je betaalt een redelijke prijs voor je biertje en we hebben gewoon heel veel fun. Halleluja, 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 halleluja. We spelen bijvoorbeeld zelf met onze eigen band, de Roefband, al jaren bekend in het land van Heusden en Altena. We hebben net Jasmijn van Andel gezien, een groot talent op de Nederlandse festivals. Het is de tweede keer dat ze optreedt. Halleluja, halleluja. Dit doen we voor de jeugd in Sleewijk, Fun for All, alle leeftijden. Er is hier verder niks te doen. We hebben niet eens een kroeg in Sleewijk, dus waar hebben we het over? Nee, we gaan nog jaren door. Absoluut. We hebben vanavond 2 uur lang Circus Rens en de Meatballs. Daarna draait oud bekende Arie Hak tot in de nacht de kleine uurtjes vol. We'll be right back.